slagroompatronen. Er is om slagroom op te kloppen. Snap je? Die N2O-patronen. En het is maar 6 euro voor 10. Stabiele aankoop, nummer 1. YouTube, Ace hier met vandaag een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag is vlog 11. Het is dinsdag, dat is niet mijn favoriete dag van de week. Toen ik op school zat, was dinsdag altijd zo de kutste dag qua vakken. Dan had ik 2 uur wiskunde, Frans, zo alles wat kut was. Dinsdag is zo de dag waar ze alle slechte vakken samensteken, waar alle slechte leerkrachten samen les moeten geven. Ik heb net een hele speciale video opgenomen en is de knolpower video. Ik weet niet of jullie die al hebben gezien, maar in case jullie die nog niet hebben gezien, dan kan zijn dat die nog niet online staat, ik weet het niet. Als die al online staat, jullie hebben die nog niet gezien, kijk, die zeker is iets helemaal anders dan mijn normale video's. Ik denk dat de haatvideo's naar Enzo Knol of zo, dat is het zeker niet. Het is echt een speciale video waar ik wel werken heb gestoken. Eerst wat ik ga doen is het eerste wat ik altijd doe in mijn vlogs. Ik heb echt super veel medelijden met iedereen die doucht zonder muziek. Er is een van mijn favoriete doucheliedjes, ik ga niet liegen. Dus dit liedje is fucking nice. Mijn vlog van gisteren is gedemonetized. Dus ik ga gewoon verder douchen en dan gaan we straks naar buiten, want ik moet nog om een paar dingen. Het wordt leuk hoor. Mag ik jullie even een lifehack geven waarmee elk chickie, elke meisje, waarmee gewoon, er is een lifehack voor jongens, snap je? Als je een meisje wil verleiden, je wil dat op een makkelijke manier doen, er is de lifehack van de eeuw. Het is niks meer dan gewoon parfum. Er is geen campagne, maar wil je lekker ruiken, deze parfum, er is het allerbeste waar is. Dus ik ga nu naar de winkel en naar de stad en zo en dan ga ik straks naar huis om te eten en een video online zetten en hoe. Ik denk dat jullie mal eens hebben gezien in deze kleren, dus het is niet echt de moeite om vandaag een outfit van de dag te doen. Witte Air Force, combat pants, een rood trui en een oortje. Ik ga nu naar buiten, ik ga naar de blokker. Ik weet ook niet goed wat ik in de blokker ga doen, maar is allemaal oké. De bananenschil ligt daar nog altijd. Hij is lekker aan het verzuren ofzo, of hij is gewoon aan het wegrotten. Nice, oké. Moet ik nu doen alsof dat ik vertrek bij mijn fiets, oké. Let's go to the blokker. It's a beautiful day. What a wonderful world. Er is heel veel wind. Ik kan niet goed praten met jullie, want er is te veel wind. Dit is de windvlog. Welkom bij de winderige windvlog. Hopelijk word ik hier niet aangereden. What the fuck? Oké, stabiel. Hopelijk verkopen ze lachgas in de blokker. Anders fietsen ik naar daar voor niks. Oké, nu ga ik stoppen met filmen, man. Heel veel mensen hier. Ik ben aangekomen in de fitness. Ga even trainen. We zijn in de fitness in Blankenbergen. Geweldige plek. Train je de quadriceps en de triceps tegelijk. Dat je vertrouwd voor tegen 119. 6 in 1. 6 in 1, de wondercore. Yo, weet je waar de slagroompatronen liggen? Dankjewel. Hoi, ik heb het gevonden. Slagroompatronen. Er is om slagroom op te kloppen. Snap je? Die N2O-patronen. En het is maar 6 euro voor 10. Stabiele aankoop, nummer 1. Oh, ik heb een geweldige fitness-sessie gehad in de blokker. Het was geweldig. Ik heb pump. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar ik ben helemaal pumped vanaf de fitness te gaan. Het was gek. Het waren 3 oefeningen in 1 en het was maar 1 apparaat. Maar ik bedoel, het was niet zo druk vandaag. Het was nice. Wat heb ik gekocht in de blokker? Waarschijnlijk weet niemand van jullie wat het is. Waarschijnlijk weet de helft het wel. Dus zo. Snap je? Slagroompatronen. Je kan daar slagroom mee spuiten, maar je kan daar ook zo ballonnen mee vullen. En dan is dat een beetje als helium. En ik had gezien dat heel veel mensen zo video's maakten, zo lachen met helium. Haha. Dus ik ga een video opnemen waar lachen met lachgas. Ha, dat ga ik binnenkort doen. We zetten die mooi daar en daar gaat die mooi blijven staan. Mijn lachgaspatroontjes, leuk. Wat ga ik nu nog doen? Het is nu 6 uur. Ik ga mijn video's zo meteen online zetten. En dan ga ik gaan eten en dan ga ik weer naar buiten. En misschien doe ik de lachgasvideo zelf vandaag al. Kijk, jullie zien het aan de titel. Als er niet in staat, dan heb ik het niet gedaan. Zo simpel is het, snap je? Dat is the only thing again, oké? Mijn mama heeft ook een kersttrui voor mij gefixt. Er is een Abercrombie & Fitch party sweater. Hey, wanneer ga ik dat aandoen met kerstmis? Leuk. Dus ik ga zo lasagne eten en dan ga ik andere shit doen. Oeh. Kijk, ik weet niet waar je aan het proberen bent, maar je mag niet naar buiten. Nee, ga naar binnen. Nee, naar binnen. Ik weet dat je piemel wel gebruikt nu dat je hem nog hebt, maar ga naar binnen. Naar binnen. Oh, fuck shit. Jij snapt het nog niet zo goed, hè? Ja. Inderdaad. Brave poesie. Het is 8:30 en ik ga nog even naar een vriend zijn huis om even te... In het avondlicht kan je mijn snor echt goed zien. What the fuck, kijk eens. Mijn mama zag dat geen snor is. Mijn mama zag dat balhaartjes zijn. Maar ik zag dat het een snor is. Yo, what the fuck? Yo, ik zei toch... What the fuck? Nee. Oh, fuck. Kijk, ik heb nu gelegd en mijn hand is gefokt. En hoe is het met deze fiets? What the fuck? Kijk, ik ga even naar buiten. Ik zie jullie. Elke keer als ik hier fiets... Op dit illegale padje ben ik echt bang dat ik verkracht ga worden ofzo. Ik weet dat daar hierin is. Iemand uit tijdens een vage bosjes gaat springen en mij gaat neersteken en zo en alles gaat stelen en dan... What the fuck? Als er iemand op mij springt en mij wil neersteken, snap je? Ik pak hem, snap je?
Ik heb ook een mes bij. Dat is niet waar, what the fuck. Ik denk dat iedereen zo'n plekjes heeft in zijn of haar stad waar hij gewoon echt niet graag fietst, snap je? Zo van die stukjes, zo die dark spotjes waar daar allemaal vage, loesje dingen gebeuren in je stad. Elke stad heeft zo'n shit, dat is fucked up. Zo allemaal verlaten gebouw hier, ik wil echt niet weten wat hier allemaal gebeurt. Hier stond er vroeger een spookhuis waar ik ben ingebroken. Allereerste keer dat ik iets illegaal heb gedaan in mijn leven was hier. Hier zat er zo'n grote enge villa. Fucked up. Echt fucked up. Shit. Fuck. Ik fietste net zo voorbij iemand dat ik echt heel goed kende en ik was zo... Oh fuck. Dit is echt raar. Dat was toch wel het onaangenaam zo. What the fuck. Oh, dit voelt zo raar. Zo de blik die je me gaf was echt zo... What the fuck? Ik heb niet eens hallo gezegd, we zijn gewoon zo doorgefietst zo. What the fuck? Ik ben echt fucked up dat ik dit ooit gekocht heb toen ik klein was. What the fuck is dit voor Tumblr shit? Wat is dit voor kopje? Mijn Cookie Monster dingen, what the fuck? What the fuck? Deze video van iDubbbz op Reisgum is de hardste video die er is geüpload op YouTube in de laatste jaren. Willen jullie kwaliteit zien op YouTube? Willen jullie de Game of Thrones shit van YouTube zien? Ach, dit kijk. Dit zijn de gekste video's die ik al vind op YouTube. Ik ga de URL in de beschrijving zetten. Kijk, deze video sowieso, hij duurt een half uur, maar ik meen dat deze video gaat door je hoofd alsof het 1 seconde is. Dit is kwaliteit, snap je? Dit zijn de YouTubers die je moet kijken. Check zeker even deze video, echt waar, what the fuck. Kijk, dus de video waarover ik het net had, is net echt gewoon weggestrijkt. De fucking contentkop van iDubbbz is fucking gestrijkt. What the fuck, zo zie je maar hoe fucked op YouTube is. Het is niet alleen bij mij, het is ook bij deze grote YouTubers waar hun video's gewoon fucking weggestrijkt worden zonder reden. Ik weet niet of Reisgum de video van iDubbbz gestrijkt heeft, maar dat is wel nice. Ik bedoel, nu is er weer fucking drama en heel de fucking YouTube scene, dat hoop ik toch zo fucking nice zijn. Ik bedoel, het is iDubbbz en iDubbbz ga iedereen pakken, sowieso. Dit is drama waar ik wel zo fucking, ojo, hier zou ik wel echt hyped voor gaan. Ja, Enzo en Diddy uit elkaar gaan, dat interesseert mij niet, dat is wel leuk, maar dat interesseert mij niet. Jake Paul en Reisgum, dat interesseert mij ook niet zoveel. Maar dit, sowieso, what the fuck? Het is nog niet eens 12 uur en dit gebeurt allemaal nu. Dus misschien heeft Jake Paul die video al gestrekt omdat hij in de thumbnail staat en omdat hij in de titel stond en zo. Het is echt drama in de YouTube-wereld. Ik meen, Twitter is al te ontploffen, what the fuck? Ik moet niet gay doen, what the fuck? Ik moet niet gay doen. De updates, what the fuck? Ik weet niet waarom ik hier zo hyped over ben, what the fuck? Dus hij heeft een community strike gekregen. Voor de mensen die deze video kijken en die weten wat een community strike is. Community strike is dus een strike van YouTube zelf omdat je geklikbait hebt ofzo. Dat is natuurlijk omdat die content kop in de titel over Jake Paul ging, maar snap je? In de video lacht hij gelijk uit dat die video niet over Jake Paul gaat, maar dat het gewoon over Reisgum gaat, maar dat hij Reisgum niet de satisfaction wil geven om hem in zijn titel te zetten. En daarom is zijn video verwijderd voor clickbait, voor misleidende titels. What the fuck, dat is geen clickbait. Ik bedoel, hij zegt gelijk vanaf het begin in die video, hij legt direct uit waarom hij deze titel heeft gekozen. Terwijl er nu YouTubers zijn die shit doen, zoals weet ik veel, DutchTuber of mensen die echt fucking hard clickbaiten. Ik weet niet of jullie Lance Stewart kennen, die verkracht wordt door demonen in zijn video's. Mensen zoals Jake Paul en Reisgum zelf, die echt ook fucking hard clickbaiten. YouTube is echt fucked. En het is niet alleen bij mij, zoals ik daarnet ook al zei. Het is gewoon nog bij fucking veel andere grote YouTubers, ook op andere manieren. De video is er ondertussen al terug online. Het is nu 12:30. De video is terug online gezet, omdat YouTube zelf door had van, oh fuck, deze move was echt achterlijk. We moeten dit echt niet doen. Dus hebben we de video al een half uur terug online gezet. Ik weet ook niet wat de fuck er daar op dit moment aan het gebeuren is bij YouTube, maar oké. Ik heb dit geweldige stukje papier gemaakt en ik ga het waarschijnlijk in kleuren aan mijn muur hangen. Kijk, ik heb zo daar en daar zo een baby en daar zo allemaal shit. Oeh. Very artsy, wow. We zijn vandaag officieel onder de 0 subs gegaan op YouTube. What a day to be alive. Vanaf het moment dat dit gebeurt, kan je denk ik wel zeggen dat je channel dood is. Ik bedoel, dit is de definitie van dood. Als dit gebeurt, ben je officieel dood op YouTube. En er is echt fucked up. Dit doet wel pijn aan mijn hart. Rip. Ik nodig jullie allemaal vriendelijk uit om naar de begrafenis van mijn kanaal te komen. Ik weet nog niet wanneer, maar... Zie op Twitter en Facebook en alle andere social media van media. Know what to do. Ik wil wel een pet aan doen, maar dan moet ik weer douchen om iets te kunnen doen met mij. Dat mijn mama gewoon niet meer opruimt. Het is zo erg dat ik... Hans, door een like en een comment te smashen op deze video, want het zijn echt fucking scare tijden. En ik weet niet, als het zo doorgaat, of ik het wel overleef op YouTube. Like.